De tassen van de kinderen die naar het ziekenhuis zijn gebracht, liggen er vanochtend nog. Terwijl de leiding van het kamp de laatste spullen opruimt, wordt er nog druk nagepraat over gisteren. Hoe kon dit gebeuren? We waren echt constant bezig met het is warm en wij passen ons programma erop aan. Maar dit was niet te voorkomen. Het was zo warm. Tientallen kinderen werden bevangen door de hitte. Het was nu eenmaal heter dan ooit. En daarom hadden de begeleiders ook volop maatregelen getroffen. We deden rustige spelletjes. We deden veel waterspelletjes. De kinderen zaten in de schaduw, werden goed ingesmeerd en kregen heel veel te drinken. En toen? En toch werd het te warm, ja. 54 jaar bestaat dit kamp al. Maar zulke hoge temperaturen hebben ze nog nooit meegemaakt. In eerste plaats gaan we natuurlijk evalueren. We gaan als team met elkaar zitten van wat is er nou precies gebeurd? Hadden we het kunnen voorkomen? We zijn nu van mening dat we dat niet hadden kunnen voorkomen, maar we gaan daar natuurlijk wel met elkaar over in gesprek. Maar de reacties van de ouders en de kinderen bij de bus was wel, we gaan volgend jaar weer mee.